Hoi, ik ben Ilona en vandaag is het maandag 5 juni 2023. En ik moet zeggen, er gebeurt natuurlijk meer dan genoeg. Ik heb er gewoon een paar dingetjes uitgehaald die ik dan belangrijk vind. Als eerste natuurlijk met de familie B in Amerika. De zoon, Hunter. Daar is natuurlijk heel veel vrijgegeven over de laptop. Ook foto's. Nou ja, echt. Ik heb het niet echt bekeken. Ik zag een clip voorbij komen van de Russische tv. Waarin ook foto's met kinderen getoond werden. Die, ja, gewoon gruwelijk. Maar het is belangrijk dat dit naar buiten komt. Ook alle corruptie, alle banden die de familie B heeft met China, met de Oekraïne, komt nu allemaal naar buiten. En meneer B, die is er weer eens bij gaan liggen. Dat doet hij wel vaker. Maar goed, het is heel bijzonder dat hij zichzelf kandidaat wil gaan stellen voor 2024. Volgens mij kan hij zichzelf niet staande houden. Dus het is allemaal even afwachten hoe dat gaat lopen, maar het is een aflopende zaak. Dat met meneer B, die hele familie. Dus ik denk dat we nog wel meer dingen gaan zien, maar dat dit zo goed als dat hij binnenkort wel van het toneel gaat verdwijnen. Verder nog interessant, wat ik tenminste heel interessant vind, de media. Ik had natuurlijk vorige week donderdag volgens mij op 1 juni een maandlegging en daarin kreeg ik een beetje het gevoel dat voornamelijk de media nu naar voren zal treden. Gewoon heel veel zal er in de media gebeuren. En dat is eigenlijk al gaande. Heel interessant is Jack Dorsey. Dat is natuurlijk de oprichter van Twitter. Die gaat nu Robert Kennedy Jr. promoten voor 2024. Heel interessant hoe dat nu. Want daar zal natuurlijk ook meer dingen naar voren komen. En hij zal natuurlijk ook een bepaald platform kunnen geven aan iemand. Zoals Robert Kennedy Jr. Die natuurlijk heel erg tegen de steek is. Daarnaast zag ik een artikel van, wat is het ook alweer? Even kijken hoor. Volgens mij de NOS. Dat YouTube laat video's over fraude bij bepaalde stemmen in Amerika voortaan staan. YouTube stopt met het verwijderen van video's waarin wordt gezegd dat er is gefraudeerd bij zeg maar stemmen van 2020. Dat is interessant. Dus ze laten in één keer die video's gewoon staan. Er is dus al een omslag gaande. Daarnaast, en dat is ook wel heel belangrijk, Truth Social. Dat zag ik vanochtend dat het nu ook in Europa beschikbaar is. Dus ik heb me gelijk aangemeld. Dus ja, daar kun je ook op. Truth Social is nu beschikbaar voor mensen in Europa. Dat is ook wel heel belangrijk. Dat is ook een manier om mensen te bereiken. Als laatste wil ik nog even kijken naar Elon. Ik weet dat mensen daarin nogal waar staat hij? Een beetje ambivalent zijn, tenminste hoe ze naar Elon kijken. En dat snap ik ook wel. Elon, voor mijn gevoel, komt gewoon van het duister. Hij voert voor mijn gevoel nu in ieder geval de witte hoede agenda uit. Allerlei acties die mensen in aan, hoe noem je dat? Die, hij laat bepaalde dingen zien. En hij spreekt zich ook uit. En omdat hij natuurlijk een bepaald figuur is die heel bekend is, komt dat natuurlijk ook onder de aandacht van een heleboel mensen. Nou, hij heeft zich uitgesproken tegen eigenlijk wat Canada aan het doen is. Tenminste, wat heeft Canada gedaan heeft met de truckers. Dat ze dus geld gewoon stopgezet hebben. En dat hij vindt dat dat absoluut niet zou mogen. Alleen omdat iemand een andere politieke mening heeft. En hij noemt ook het protest vreedzaam van de truckers. En dat ze werden natuurlijk toen de tijd afgeschilderd als verschrikkelijk. En allerlei labels werden die kant op gegooid. Dus het is heel interessant dat hij zich vreedzaam noemt. En dat hij er absoluut tegen is wat daar gebeurde in Canada. En dat je nooit aan iemands geld mag komen. Alleen omdat iemand een andere mening heeft. Heel belangrijk. Daarnaast riep hij op dat alles open moet. Dus ook bij andere social media, zoals YouTube, zoals andere Instagram, noem maar op. Dat eigenlijk alles opengegooid moet worden, want er wordt nog veel te veel onderdrukt. Dus wat dat betreft, heel veel in gang gezet. En natuurlijk dat hele gedoe om What is a Woman? Dat is een documentaire die werd vrijgegeven op Twitter van Matt Walsh. En daar gooide Twitter dus allerlei waarschuwingen overheen. En toen kwam er echt een soort van, wat is dit nou gaande tussen Elon Musk en Matt Walsh. En natuurlijk ook de Daily Wire. Want die hebben zeg maar de documentaire volgens mij ook geproduceerd. Of staan er in ieder geval, hebben het ermee te maken omdat Matt Walsh aangesloten is bij de Daily Wire.
Dus daar is een hele heen en weer gevecht geweest over hoe kunnen we dit goed naar buiten brengen. En het interessante is dat Elon daar bovenop gesprongen is en die heeft ook iemand ontslagen. Dus de VP of Trust and Safety, die moest het, het bedrijf verlaten. Dus dat is eigenlijk wel heel interessant. Hij heeft dus gelijk gezorgd uiteindelijk dat alles is opgeheven en dat het gewoon bekeken kon worden en dat het ook gewoon gedeeld kon worden. Dat is ook wel heel interessant hoe dat allemaal gelopen is. En hij heeft het zelf nog getwitterd, Elon. Dus hij heeft natuurlijk gigantisch veel volgers. Dus die hebben ook die documentaire allemaal kunnen zien als ze daar natuurlijk naar wilden kijken. Dus dit heeft weer heel veel in gang gebracht. Ik moet zeggen, ik heb hem ook gezien en het is een interessante. Ja, het gaat ook over de vraag, wat is een vrouw eigenlijk? En natuurlijk ook met die hele agenda die ze nu aan het uitrollen zijn. Van met die genders en met vrouw, man en dat allemaal door elkaar aan het halen. Want dat is natuurlijk ook wat de duister wil. Die wil verwarring veroorzaken. Die wil eigenlijk ook alles omgooien. En dit hoort daar ook bij. Dat wil niet zeggen dat er niet een groep is die... Dat kan heel goed hoor, dat ze in een verkeerd lichaam zijn geboren en die mogen daar ook echt in ondersteund worden. Maar niet op de schaal waarin het nu gebeurt en hoe dat nu... Het wordt eigenlijk nu in zekere zin gebruikt om kinderen, jeugd te programmeren, verwarring te creëren. En eigenlijk ook die traditionele rollen, en natuurlijk mag daar ook flexibel mee omgegaan worden, maar die worden eigenlijk helemaal omver gegooid. En dat is eigenlijk ook deel van het omvergooien van de maatschappij in zekere zin. Verwarring creëren, dat mensen niet meer weten wat is waar, wat is niet waar. Dat hoort allemaal bij die agenda. Dus ik vond dit heel interessant dat dit allemaal in de media aan het gebeuren is. Ik denk dat daar nog meer gaat gebeuren deze maand. En ik wilde eigenlijk niet zozeer daar nog naar gaan kijken hoor. Ik wilde nu eigenlijk gewoon even gaan kijken wat we deze week kunnen verwachten. Wat kunnen wij deze week verwachten? De energie. Dus even kijken. We hebben de zwaarde 3. We hebben de toren. Oh, dat ziet er vrij heftig uit. En we hebben de 3 van pentakels. Het advies voor deze week is bekers 2. Paasje van zwaarden. Zwaarde 5. Ik denk dat dit een heftig weekje gaat worden. Er kunnen dingen naar buiten komen. Er kunnen ook dingen in elkaar gaan storten. Hoeft niet gelijk heel heftig wereldwijd te gaan gebeuren. Maar we zitten echt wel in dat er dingen... Ja, we zitten sowieso al in deze fase. We zitten al heel lang in de fase van de toren. Dat dingen aan het ineenstorten zijn. Maar het kan dat er deze week weer wat stappen vooruit worden gezet. Dat er echt wel wat dingen in elkaar klappen. En dat er gewoon heel veel oud pijn ook omhoog komt. En daar wordt ook hard aan gewerkt. Dat dit ook naar buiten gaat komen. En wat een beetje nu op de achtergrond staat, of in ieder geval een beetje op de achtergrond valt door natuurlijk andere dingen. Het opkloppen naar die derde wereldoorlog is ook nog steeds gaande. Het is niet voor niets dat er natuurlijk gesproken wordt over bepaalde wapens die ingezet kunnen worden en geplaatst kunnen worden of ergens geplaatst worden. Dat is allemaal heel bewust, dat opkloppen met de NATO en dat nu Zweden mag toetreden, want dat is met Turkije nu recht getrokken. Dat heeft er allemaal mee te maken naar dat opkloppen naar die derde wereldoorlog waar het duister natuurlijk naartoe wil. En voor mijn gevoel gaan de witte hoeden dan, al zou het zo ver komen, gaan de witte hoeden dat natuurlijk gebruiken om hele andere dingen in gang te zetten. Maar dat is ook nog steeds bezig. We hebben natuurlijk nog steeds Taiwan en China. We weten eigenlijk al, voor mijn gevoel is dat eigenlijk al gebeurd. Maar dat behoort nog naar het grote publiek naar buiten gebracht te worden. Dat het weer deel wordt van China. En er is natuurlijk in de Oekraïne heel veel aan de gang. Het is, en dan is ook maar afwachten of dat nu nog aan de gang is. Of dat we naar iets anders zitten te kijken. Maar in ieder geval voor het grote publiek is dat nog aan de gang. En ik denk dat daar ook nog wat heftige dingen naar buiten over gaan komen. Maar we zijn nog steeds bezig met dat ze er naartoe aan het werken zijn.
naar die derde wereldoorlog. Dus dat is nog steeds bezig. Dus ik denk dat we deze week wat dat betreft nog wat heftige dingen om echt die oude stukken, die oude fundering die eigenlijk nergens op gebaseerd is, dat die in elkaar gaat klappen. Dit kan heel veel oud zeer ook naar boven brengen juist. Want een heleboel mensen houden nog vast aan die fundering. Maar er wordt hard aan gewerkt. Het is een soort samenwerking van. Dus ik denk dat we best nog wel een heftig weekje tegemoet gaan in dat er dus in één keer allerlei dingen naar buiten kunnen komen die voor een heleboel mensen heel heftig gewoon kan zijn. Zeker als ze er niet mee bezig zijn, dat er in één keer wat naar buiten kan komen. Dus even afwachten, maar ik denk dat het een vrij heftig weekje wordt. Misschien ook in de energie. We zitten natuurlijk net een volle maan. Dus wat dat betreft brengt dat ook altijd van alles naar buiten. Dus het is, ik denk dat het een heftig weekje wordt. Ik zie hier ook als advies. Het advies is bekers 2, paasje, zwaarden en zwaarden 5. Nou ja, dit is eigenlijk, je ziet het al in de kaart, een giftige sfeer. Dus ik denk ook dat we in onze persoonlijke levens nu echt ook met die stukken worden geconfronteerd. Misschien in vriendschappen, contacten, op je werk. Of misschien gewoon ook stukken in jezelf. Want uiteindelijk gaat het om het hele van onszelf. Dus die stukken kunnen nu echt meer en meer naar voren komen. Bepaalde stukken in jezelf die je niet graag onder ogen wilt komen. Schaamte, woede, frustratie. Het kan van alles zijn eigenlijk. Dit is een vaak hele negatieve, grimmige sfeer. Je ziet ook iemand die dan de winnaar is. Maar dat is vaak op een hele, een beetje gemene manier is dat gebeurd. Heeft ook vaak met machtsmisbruik te maken, machtsverhoudingen. Dus het kan dat dat nu heel duidelijk in je leven naar buiten gaat komen. Dus het heeft, de paasje van zwaarden is ook dat je misschien wat dingen doorkrijgt, of dat je in één keer inzichten kan ontvangen van hey, dat kan ook zo en zo zitten. Maar het gaat erom dat we juist die duistere stukken in onszelf, en dan we kunnen dat om ons heen zien als spiegel, onder ogen gaan komen en dat gaan helen. Dus ik denk dat het sowieso een heftig, niet alleen een heftige aan de buitenkant, maar juist ook in de binnenwereld, dat vrij heftig ook zal aanvoelen. Dus kijk ook even hoe het deze week loopt. Dus zorg goed voor jezelf. Neem even de tijd. Doe het wat dat betreft gewoon wat rustiger aan als je tegen dingen aanloopt. Dat je ook mild bent naar jezelf. Ga jezelf niet veroordelen over bepaalde gevoelens of emoties die je hebt of dingen die je tegenkomt. Het gaat erom dat we het omarmen. Het gaat erom dat we het durven toelaten, durven te doorvoelen, dat het er gewoon mag zijn. Zonder dat we meegesleurd worden in die emotie of die gevoelens. Heel belangrijk. En dat we ook nieuwe inspiratie toelaten. Dus andere manier van kijken, andere inzichten. Dat je denkt, hey, het zit misschien net even anders dan ik dacht. Dus dat is heel belangrijk. Maar het kan vrij heftig zijn deze week. Dus dat is eigenlijk wel een beetje het zwaarde 5. Dat zijn vaak die heftige stukken die je misschien niet onder ogen wilt komen in jezelf. Die kunnen nu eigenlijk naar boven komen. Dus wat dat betreft heftig weekje in de energie sowieso voor de komende week. Maar ook in onszelf. En ik wilde eigenlijk iets vragen. Of jullie misschien een reactie willen geven. Of jullie het leuk zouden vinden. Want iemand die vroeg mij of ik niet wat meer over mezelf zou willen vertellen. En mijn verhaal. En op zich weet ik niet of mensen dat überhaupt interessant vinden. Maar ik zou het misschien best leuk vinden om eens een keer een live te doen op YouTube. Dan bijvoorbeeld om 7 uur 's avonds. En dan gewoon kijken en vragen beantwoorden die jullie misschien hebben. En misschien even wat dieper ingaan op bepaalde dingen die ik heb meegemaakt. En misschien ook wel naar schaduwwerk kijken als je daar tegenaan loopt. Dus laat me even weten of jullie dat leuk zouden vinden. Dat ik live zou gaan op YouTube op een avond om 7 uur. Het is wel een mooie tijd, net na het eten, na het avondeten. Dus kijk even of dat wat is. En laat het me dan weten als er genoeg mensen zijn die dat leuk zouden vinden. Dan wie weet kan ik het misschien woensdagavond wel doen. Laat het me even weten. En dan zou ik dan vragen kunnen beantwoorden. En misschien ook verder ingaan op schaduwwerk. Maar ook meer even over mezelf vertellen wat ik heb meegemaakt en hoe ik met dingen omga. Misschien is dat leuk. Laat het me gewoon eventjes weten onder de reacties onder deze video. En ik hoop jullie te zien in een volgende video. Dag!